De gemeente Druten wil dat de bult grond, die naast de rotonde op het kruispunt van de Maas- en Waalweg en de Noord-Zuid is aangelegd, wordt afgegraven. De bult zou ervoor zorgen dat de rotonde niet overzichtelijk meer is, wat leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Omdat het gaat om een provinciale weg, is niet de gemeente, maar de provincie verantwoordelijk voor het onderhoud. De eventuele werkzaamheden in 2020 komen volgens wethouder Chef van Elk te laat. Hij gaat in gesprek met de provincie om te bekijken of het probleem al eerder opgelost kan worden. Onvrede bij de spelers van Achilles. De selectie van de Groesbeekse voetbalclub ging maandag in staking omdat hun salarissen van augustus nog niet uitbetaald waren. De afgelopen maanden waren de salarisbetalingen bij Achilles telkens te laat. Voorzitter Harry Derks beloofde vorige maand dat de spelers vanaf augustus hun loon weer op tijd zouden krijgen, maar dat is weer niet gelukt. Daarop besloot het eerste elftal niet meer te komen trainen totdat ze betaald zouden krijgen. Dinsdag werd er wel weer getraind op Sportpark de Heikant, maar of de selectiespelers hun geld al hebben gekregen is onduidelijk.